De AlphaMax Academy heeft gisteren 8 studenten de Student Excellence Award uitgereikt. De studenten hebben meegedaan aan de Caribbean Primary Exit Assessment, CPEA, dat voor het eerst in Suriname is afgenomen. Sean Taylor, directeur van AlphaMax Academy, geeft aan dat de CPEA uit 4 onderdelen bestaat. De weten wiskunde, wetenschap, sociale wetenschappen en taalkunsten. Taylor zegt verder dat het de eerste keer is dat de studenten en docenten van AlphaMax Academy aan de CPEA hebben meegedaan. The grades in this primary exam falls in 3 broad areas. Ranges, I should say. 0 to 40% and students who fall in the 0 to 40% range, they are reflecting that they're developing competence. It's still in the development stage. When the results fall between the 41 and the 59%, it reflects competence. And from the 60 to 100%, it reflects an advanced level of competence. There were 8 candidates for these first CPEA exams at the AlphaMax Academy. I am very pleased to state and to inform you that all 8 candidates received results in the competence and in the advanced competence ranges. Taylor zegt verder dat de CPEA de eerste basisschoolbeoordeling is die wordt afgenomen met examens in het Caribisch gebied in meer dan 20 landen. Enkele hiervan zijn Belize in Centraal-Amerika, de Nederlandse Antillen en nu voor de eerste keer in Suriname, zegt Taylor. There are over 200,000 students between the ages of 11 and 13 who participate in these exams. We begin with the merit awards that are given first to Mona Han, who received 64%, 6.4 on a scale of 10. Mona Han. Tot zover Sean Taylor, directeur van de AlphaMax Academy. Hij heeft gisteren samen met de directie de Student Excellence Award uitgereikt aan 8 leerlingen. Deze hebben voor het eerst meegedaan aan de Caribbean Primary Exit Assessment, CPEA. De uitreiking vond plaats op het terrein van de Academy aan de Stamvaste Straat.